Hey, Jolien is haar haar aan het drogen, dat kan je horen. Ik ben Jenno en ik sta in de keuken, niet onze gebruikelijke keuken, de keuken van Holiday Suites Braaidoen. Dat is een appartement in Braaidoen, vlakbij de Belgische grens. Als je het strand blijft volgen, het gaat niet volgens mij, is het nog een haven tussen of zo. Ik weet het niet helemaal zeker. Als je het strand zou blijven volgen, dan kom je uit in de pannen. En de pannen, dat ken je natuurlijk van Plopsaland, de pannen, daar zitten we eigenlijk vlakbij. Maar we zijn onlangs nog geweest naar Plopsaland, dus het is een beetje aanhozel om nu nog eens opnieuw naar Plopsaland te gaan. Gisteren hebben we trouwens een ander park bezocht, vlakbij hier. En dat is een dierenpark. Maar niet zomaar een dierenpark, een heel bijzonder dierenpark. Je moet maar eens kijken naar de vlog van gisteren, als je dat graag wilt meemaken. Nu ben ik een eitje aan het maken, hier in de pan. Het water staat ook op. Jolien die wil graag thee, dus ben ik water aan het koken voor haar. De tafel staat ik zou niet zeggen gedekt, maar het staat gewoon klaar om aan te schuiven, om wat lekker te eten. Wij moeten hier vertrekken, want morgen moeten we weer aan het werk. Maar vandaag hebben we nog een hele vrije dag. Alleen het is vandaag niet zo super wauw weer eigenlijk. Het heeft zelf een beetje geregend. Maar goed, maakt niet echt veel uit. We gaan er toch het beste van maken. We denken eraan om ook binnenactiviteit te doen. En dat zal waarschijnlijk een grote supermarktketen worden. Auchan, we zitten in Frankrijk. Dus dan heb je hier de winkelketen Auchan. Dat ken je misschien wel. Daar kan je echt hele grote hoeveelheden aankopen voor heel weinig geld. We hebben bij Docks, dat is een verhuurmaatschappij voor auto's, maar ook voor busjes en zo, hebben een heel groot Mercedes busje gehuurd. Waardoor, als we nu echt heel erg veel gaan aankopen bij de Auchan, kunnen we die auto gewoon volladen. Dus we hebben erover nagedacht. Oké, het eitje is bijna klaar, dus ik ga het even afscheppen en op mijn bord leggen. En dan gaan we wat eten. Tadaa! Goedemorgen, van mij. Hoe is het met u? Ik voel me vandaag niet zo heel erg goed eigenlijk. Een beetje kort en een verkoudheid en keelpijn. Pas bij het weer. Ja, het is vandaag druilerig regen. Dus, Oei, je moet eens horen hoe Jolien haar neus snuit. Vandaag is het niet. Meestal doe je het nog luider. Ja, precies als een olifant. Zo. Ja. Maar nu niet. Nee, vandaag. Wat dacht je trouwens? Ik heb eigenlijk het doosje een beetje te laat gemaakt. Dus ik stop het snel onder het andere doosje. Ja, ik wil dat wel vandaag het spek er beter uitziet, denk ik. Je begint er beter op te worden. Dank u. En smakelijk. Smakelijk. Zwijgen en eten, zou ik zeggen. Het is weer voorbij die mooie zomer. Het weet is heel die zomer alweer lang voorbij. Dus hier in Braaidoen heb je ook nog een keer een scheepswrak. Dat wilden we eigenlijk heel graag gaan bezichtigen vandaag. Maar met dit weer is dat dus niet echt meer mogelijk. Of ook onze mooie wandeling doorheen naar de duinen gaat ook niet meer met dit weer. Nee. We gaan op zoek naar de Auchan waar we inkopen kunnen doen. Wat? Ja. Kijk, zo droevig. Ja, we moeten ons mooi huisje verlaten. En ja, appartement. We moeten ons mooi appartement verlaten en ik heb zo'n fijne tijd gehad, dat vind ik altijd te jammer. Zeker, dan maak je eigenlijk zo wat plannen voor leuke dingen te doen, maar dan begint het ineens te regenen. Ja, het weer, daar moet je mee leren leven, daar moet je niet droevig om zijn, dat is gewoon zo. Neem je er maar bij. Dat is waar. En hier is dan de supermarkt, echt een super grote supermarkt. En daar hebben ze volgens mij echt wel alles. Dus we gaan even nu inkopen doen, hier in Frankrijk. En we zijn helemaal gepakt en gezakt. Kun je even het gaan zien? Hup. Op de achterbank zelfs. En op de grond hier van achter staat het eigenlijk helemaal vol. En ons nu aan het opzoeken om toch misschien nog de scheepswrakken vanuit de Wereldoorlog in Braaidoen te gaan bekijken. Het regent nog wel, maar zoals je ziet bijna niet meer. Dus het zou wel fijn zijn moesten we dat toch nog eventjes kunnen bezoeken. Want dat stond eigenlijk op onze planning om dat te gaan doen met de fiets. Maar dan doen we het nu gewoon met de auto. Ja, één ding waren we vergeten. De zee is nu natuurlijk veel te dichtbij, waardoor je de scheepswrakken dus niet kan zien, want ze liggen eigenlijk hier ergens. Maar dus door dus de,
ja, doordat de zee dus dichtbij is, moeten we ettelijke uren wachten. En ik denk dat dat, dat niet gaan doen. Jammer, hè? Echt zonde. Ik zie wel een wrak. Daar vanachter op die paal daar staat zo. Hier staat een banaantje en daar een beetje verder staat zo'n bootje op een paaltje. Zie je het? Stom, hè? Stom, hè? Ik nu. Daar zie je de boot. Maar ja, goed, dat is niet de boot die jij wil zien, hè? Ach, jammer. Zonde. Maar ja, niks aan te doen. Een echte gezellige strandwandeling, daar heb ik nu ook geen zin in. Het is veel te. Ja, nee, kom. We gaan terug. En op slechts een 40-tal minuutjes van Breidun is het droog. Wat, Breidun of Breidun? Breidun. De B, hè? B, Breidun. Ja. Is het droog, dus we zijn nu momenteel in Oostende. En hier gaan we eventjes een hapje eten. En dan eventjes naast het water lopen, naast de zee. En ik wil zeggen wel dat het hier eigenlijk droog is, maar het heeft hier wel duidelijk al best hard geregend. Op dit moment is het hier droog. Dat is het. Dus we profiteren ervan. Twee keer hetzelfde, alleen ik heb er kaas op gedaan. Ja, ik niet. Neem maar een hapje hoor. Je hebt uitzicht op de zee trouwens. Mooi, hè? Mooi. Nou, benieuwd hoor, hij hem lekker vindt. Is het in orde? Hij is wel lekker. Hij is wel lekker, lekker op de kamp. Dat hoort, hè, bij een pasta alla arrabbiata. Smakelijk. Smakelijk. Zeg schat, heb je daar nu net echt bruisballen in het water gegooid? Allee zeg. Het ziet er zo wel uit. Al die bruisballen die erin zitten. Ja, het lijkt echt wel zo, hè. Oh. Bijzonder. Waarom heb je dat gedaan? Ja, we zitten terug in onze auto en Bartje rijdt ook mee. We hebben ons een Bartje aangekocht in de winkel. Kijk, mooi hè. Heel mooi. En hij heeft hier zo'n speciaal plekje in een auto. Kijk, hij kan daar zitten en dan kan hij meerijden met ons. Handige auto. Ja, super handig. We moeten hem alweer inleveren. Eigenlijk nog niet vandaag. Want we hebben nog heel wat heb je dat spulletjes? Ja. Dat kijk, zie ik direct propvol hier van achter. We zijn dus in die grote winkel geweest, Auchan. En echt onze outfit vol met allemaal spullen. Die gaan we straks gaan afdroppen bij ons thuis, want we zijn weer op de terugweg. En ja, daarna gaan we de auto terugbrengen. Ja. Misschien morgen, dan kan dat ook wel. Ja, kijk. En het regent. Dat is wel heel jammer. Zonde, hè? We hadden zoveel leuke dingetjes kunnen doen. Maar ja, maar ja, het heeft dus niet zo mogen zijn. Ons fietstochtje hebben we moeten uitstellen. Fietsen ook, ja. We hebben ons fietstocht altijd maar uitgesteld. Ja. We zijn uitvaart gekomen, dus ja. Ja. Mooi was, zeg. Dat is typisch Belgisch weer, hè. Of ja, Frans, Noord-Frans weer. Dus daar kunnen wij niks aan doen. En hier sta ik dan met achter mij het busje. Het is laat in de avond. We hebben besloten om alles uit te laten en daarna meteen het busje weer weg te brengen. Hier ben ik bij het autoverhuurbedrijf waar we enkele dagen geleden onze expeditie en reis gestart zijn. Dat is heel erg fijn. Ik ga nu de sleutel terugbrengen. Er is nu wel niemand meer hier aanwezig, maar ik zou het wel gewoon in een brievenbus kunnen steken. En dan hebben zij de sleutel ook weer terug. Dus even zoeken naar die brievenbus. Ah, hier. Ik denk toch dat het dit is. Hoor. Ja. Hier stop ik het erin. Al niet zo makkelijk als ik dacht. Zo. Voilà. Hij zit erin. En laat ik hem nu vallen. Voilà. Afgeleverd. Drop it. Ik hoop nu maar niet dat er nog spulletjes in zaten in de auto. Daar ben ik altijd weer zo bang voor. Maar ik neem aan dat dat niet het geval is. Goed, de sleutel is teruggebracht. Mijn auto staat hier een beetje verder, dus die ga ik nu even halen. En dan ga ik naar huis, terug bij Julientje in bed kruipen. Het is een beetje verkouden, dus de kans is groot dat ze al in slaap gevallen is. En dan ga ik lekker tegen haar aankruipen. En dan gaan we lekker slapen. Bedankt om te kijken naar deze video en heel graag tot morgen! En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.